Jongens, we hebben een vogel. Hij zit daartussen verscholen. Heel mooi. Ja, je ziet het. Hij heeft een hele mooie beschutte plek. Wij ook. Wij zitten hier achter het hoge gras. Jongens, we gaan poging 2 wagen. We gaan kijken of dat we hem kunnen zien. Zo te zien is hij weggevlogen. Maar die zal vanzelf al weer terugkomen. Heel gaaf. Als iemand weet hoe het beestje heet, zet het ook eventjes onder de video. En hier zie je al heel duidelijk brandnetels met zaden eraan. En hij begint weer. Jongens, hij begint. Jongens, hij zit hiervoor. Jongens, ik zie hem alleen niet. Waar zit hij nou? Hij moet daar ergens verscholen zitten. Jongens, we gaan terug. We gaan even kijken of dat we hem voor de lens kunnen krijgen. Hij moet daar ergens zitten. Zie dat, nou houdt hij zich weer stil. En dat zei ik zo net ook, dan zal hij wel weg zijn, maar dan begint hij juist. Oké, jongens, dit duurt nog wel heel lang. Ik denk dat hij nou toch echt weg is. Jongens, we houden de plek in de gaten. Want die heeft natuurlijk een vast territorium. Jongens, ik hoor geluid. Komt hier recht voor me vandaan, uit die struik. Jongens, er zit wat. Jongens, we hebben een jonge vogel.